Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op zondag 13 januari. Veel bewolking boven Nederland en daar valt ook regen uit. Het wordt echt weer een natte zondag. Vanochtend is het regenachtig met temperaturen rond de 8 à 9 graden. Er staat een vrij krachtige tot harde west- tot noordwestenwind en de wind is ook vlagerig. Vanmiddag wordt het weerbeeld wat meer buien. Er zijn dus ook wat drogere momenten en misschien dat we in het noordwesten zelfs een opklaring zien. Het blijft zacht met 9 graden en ook de wind blijft stevig doorstaan. Bij buien zijn zelfs windstoten mogelijk van zo'n 90 km per uur in het noordelijk kustgebied. Ook vanavond dus nog buien. Vannacht neemt de buiengheid geleidelijk aan af en komen er wat meer opklaringen. En dat betekent dat we morgen ook af en toe de zon zien, met name in de ochtend. We zitten wel in de koude lucht, want de maximumtemperatuur ligt morgen tussen de 4 en de 7 graden. Bij buien in het noorden en oosten is er zelfs kans op wat natte sneeuw of hagel. Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog, is er wel veel bewolking. En woensdag en donderdag is het weer wisselvallig. De temperaturen blijven zo rond de 7 à 8 graden. Na donderdag wordt het waarschijnlijk wat minder zacht. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zondag.